Snelle fotobewerking. Photoshop Elements kent verschillende manieren van fotobewerken. De automatische functies binnen de organizer, volledig bewerken, dat gebeurt met Elements Editor, en snelle fotobewerking. Selecteer de foto die je wilt bewerken, klik op de pijl naast het tabblad repareren en kies snelle fotobewerking. Links ziet u de gereedschapsset met 8 gereedschappen, waaronder dat voor de rode ogen, en daar gaan we mee beginnen. Om alles goed te kunnen zien is het handig om met het vergrootglas in te zoomen. Met behulp van de Alt-toets kunt u inzoomen of uitzoomen met het vergrootglas. Zoom zover in tot de ogen goed in beeld zijn. Klik in de gereedschapsset op rode ogen verwijderen. En trek een kader rond het eerste oog. Als u de muis loslaat, wordt het rode oog gerepareerd. Herhaal dit voor het tweede oog. Maak het kader niet te klein. Alleen de iris selecteren is niet voldoende. Zoom uit tot de hele foto weer in beeld is. De volgende stap is het rode t-shirt, wat we blauw gaan maken. Klik op het gereedschap Snelle selectie. Klik op Nieuwe selectie in de optiebalk, zodat we een nieuwe selectie kunnen maken. Klik dan op het pijltje rechts van penseel. Daarmee stellen we in hoe dik de penseel moet zijn. 20 pixels, daar beginnen we mee. En hoe nauwkeurig die moet zijn. Nou, niet al te nauwkeurig, dan kan die meteen grote gebieden selecteren. Druk op Enter om het venster te sluiten. Klik en sleep nu met de muis over het rode t-shirt. En u ziet dat het meteen helemaal geselecteerd wordt. De oorbel ook, maar dat geeft niet. Dan gaan we de rechterschouder selecteren. En daarvoor moeten we even in de optiebalk kijken. Dat plusje betekent dat het wordt toegevoegd aan de selectie. Zouden we deze niet selecteren, maar de gewone knop voor selectie, dat is de linkse in de optiebalk, dan raken we de selectie kwijt. Zoals je nu ziet gebeuren. Nou is de linkerschouder niet meer geselecteerd. Die drie knopjes zijn belangrijk. Even opnieuw beginnen. Linkerschouder selecteren. Zorg dat toevoegen aan selectie aanstaat. En dan de rechterschouder selecteren. Je ziet meteen dat niet alle hoekjes worden meegenomen, omdat het gereedschap nogal grof is ingesteld. En een lok haar is ook meegeselecteerd. Eerst het gereedschap wat fijner instellen, 5 pixels. Dan even inzoomen op de plek waar we nauwkeurig moeten werken. En dan het puntje van het t-shirt klikje voor klikje aan de selectie toevoegen. Elke keer als u klikt, moet Photoshop Elements even rekenen en nadenken. De haarlok gaan we verwijderen uit de selectie. Door er voorzichtig op te klikken en te slepen. Dat is voldoende. Uitzoomen. Zodat ze weer helemaal in beeld is. En dan de laatste fase van deze bewerking. De kleur. Rechts vinden we allemaal kleurfuncties, waaronder kleurtoon. En daarmee kunnen we de dame bijzonder snel omkleden. Tot slot moet het nog worden opgeslagen. Dat kan via het menu bestand opslaan, maar dat kan ook gewoon door de editor te sluiten via het sluitvak. Dan wordt automatisch de vraag gesteld, willen we dit opslaan? Klik op ja. Vervolgens verschijnt het venster opslaan als. Nou, daar ziet u allerlei versies van allerlei foto's al in liggen. De naam is ook al bedacht door Photoshop Elements. En eigenlijk hoeft u dus niks te doen dan op de knop opslaan klikken. Klik op oké. Okay. Dan kan de kwaliteit worden ingesteld van de foto. Met de schuifknop helemaal naar rechts, dan staat de kwaliteit op 12, klik op oké.
De bewerkte foto wordt in de organizer toegevoegd aan de nieuwe versieset. En daarmee komt een einde aan deze video.